Ik ben Axel, van harte welkom natuurlijk weer bij jouw dagelijkse Blocks Update. Waar anders dan hier op het YouTube kanaal van Blocks, waarin we iedere werkdag gaan kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie met vandaag de volgende onderwerpen. Poloniex, Block, inflatie, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Bitcoin dat weer een nieuw record heeft gevestigd. Helaas niet wat betreft de prijs, maar wel wat betreft het aantal transacties afgewikkeld in 24 uur. Laten we voor vandaag ook beginnen met het leuke goede nieuws dat er namelijk nieuwe records zijn gevestigd op het Bitcoin-netwerk. En dan is dat ditmaal een klein beetje onopgemerkt voorbij gegaan misschien, maar het is wel een hele belangrijke mijlpaal die is gezet. Want Bitcoin heeft namelijk de meeste transacties in 24 uur verwerkt sinds het bestaan van het hele netwerk 14 jaar geleden. Flink meer ook dan tijdens bijvoorbeeld de all-time high periodes die we hebben gezien of tijdens het vorige hoogtepunt dat werd gevestigd, dat was eind 2017 tijdens de bullrun. Dan zijn we nu op een beetje, voor je gevoel, doordeweekse maandag zomaar eventjes voorbij gestreefd. Dus dat is best wel bijzonder. Als we namelijk gaan kijken naar de data van gisteren, dan tikken we daar ruim 682.000 transacties in slechts één dag aan. Een enorme toename is dat ook sinds dat vorige hoogtepunt. Dat lag namelijk op 490.000 transacties. En dat was dus tijdens die bullrun eind 2017. Nou, het doorbreken van die grens van die 490.000 uit 2017, dat gebeurde afgelopen zondag al, 2 dagen geleden dus. Maar sindsdien zet die lijn onverminderd stevig omhoog door. Dat zie je goed op deze grafiek. Het is hier misschien heel erg klein omdat het ineens zo hard gaat. Gaan we op inzoomen, maar eerst even hier dus kijken naar die piek van eind 2017 waar we dat vorige record noteren. Als we nu gaan inzoomen naar niet de grafiek over de afgelopen 14 jaar, maar over de afgelopen 3 maanden, dan zie je dat het hier dus weer heel erg hard gaat. Dat we hier dus die lijn doorbreken, dat gebeurt dan uiteindelijk afgelopen week, eind afgelopen week. En gisteren, dan gaan we daar echt weer veel verder doorheen en het zou zomaar eens kunnen dat we die lijn vandaag gewoon gaan voortzetten. Dus er zit enorme groei in, het gaat enorm hard omhoog, maar aan die groei ligt ook weer een hele bijzondere reden ten grondslag. Het wordt namelijk met name veroorzaakt door de Bitcoin Ordinals. De Bitcoin NFT's natuurlijk. Die zijn ontzettend in trek. Dat blijkt ook alweer uit dit soort data. Want over afgelopen zondag, toen we dus voor het eerst door dat recordniveau heen braken, waren op die dag zo'n 307.000 transacties die toegeschreven konden worden aan de Bitcoin Ordinals. Dat is sowieso het hoogste op één dag dat we ooit hebben gezien. Was al 16% meer dan het record daarvoor. En dat was zaterdag, dat was dus ook 1 dag daarvoor weer genoteerd. Dus het gaat echt ontzettend hard omhoog, gewoon echt op een explosieve manier omhoog. Dat betekent dus ook dat zo'n beetje de helft van alle transacties die op het Bitcoin-netwerk worden uitgevoerd op zo'n recorddag bestaan uit Bitcoin Ordinals. Daar even een hele korte blik op, dan zien we dat er vandaag de dag zo'n 2,4 miljoen stuks van zijn gecreëerd. Dus ja, dan gaat het inderdaad best wel hard. Dat blijkt uit de data van Glassnode. Ook daarin zien we een ontzettende toenemende groei. Dus de kans lijkt behoorlijk dat we die toename in het aantal Bitcoin transacties de komende tijd vaker kunnen gaan verwachten. Ja, wat misschien ook alweer tot hogere fees op het netwerk kan gaan leiden. Meer groot nieuws, ditmaal afkomstig van het betaalbedrijf Block. Want die hebben namelijk voor het eerst hun eigen Bitcoin mining chip weten te ontwikkelen. En dat is nogal wat, want het is een beursgenoteerd betaalbedrijf van niemand minder dan Jack Dorsey, natuurlijk de oprichter en oud-CEO van Twitter. Nou, ze hebben nu laten weten dat het prototype van hun eerste eigen Bitcoin mining chip, hun eigen Bitcoin ASIC, daadwerkelijk is afgerond. En dat zou wel eens voor een hele grote verandering in de hele mining-industrie kunnen gaan zorgen. Dat is ook de bedoeling van dit hele project. Dat is ook precies waarom ze het doen. Om te zorgen dat die mining sector meer decentraal kan gaan worden. Oftewel meerdere spelers die dergelijke specialistische apparatuur kunnen gaan aanbieden. Zorg mogelijk voor een lagere prijs, een betere beschikbaarheid en dus ook meer decentralisatie. En om daar dan echt daad bij het woord te voegen, willen ze van het hele project ook een open source project maken. Dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen van we kopen slechts enkele componenten voor een dergelijke miner in of alleen maar bepaalde chips. En daarmee kunnen ook weer andere producten verder afontwikkeld gaan worden of weer verdere miners vanuit andere partijen ontwikkeld gaan worden. Dus dan moet echt gaan zorgen dat het heel toegankelijk gaat worden, dat die innovatie op die manier aangezwengeld gaat worden. En nogmaals dus voor meer decentralisatie in de hele sector.
De laatste publicatie die Blok hierover naar buiten heeft gebracht, laten ze ook weten dat ze hier al vele maanden hard aan het werk zijn. Nou, dat nu dus dat eerste prototype na vele experimenten er ook echt is. En dat daarmee ook weer een stap vooruitgezet gaat worden in de betaalbaarheid, maar met name ook de efficiëntie van de chips. Dus dat zal ook de markt weer flink kunnen gaan opschudden. Nou, ze hebben daarvoor al een grote hoeveelheid ASIC chips eerder van Intel ingekocht. Om dit dus allemaal te kunnen gaan onderzoeken en ook daadwerkelijk te kunnen gaan produceren. Nou, dat is één van de factoren waar Block zich op aan het focussen is, behalve natuurlijk de dagelijkse gang van zaken als betaalbedrijf. Want ze zijn ook drukdoende met de implementatie en het verdere promoten van het Bitcoin Lightning netwerk, echt als technologie aan zich. Ze hebben ze eerder al binnen hun eigen Cash app, ook een veelgebruikte betaalapp, de instant buying optie toegevoegd. En dat houdt in dat je dan heel gemakkelijk, heel snel de kleinere hoeveelheden Bitcoin, de achtergrond dus, via het Lightning netwerk kunt gaan verhandelen. En daarmee krijgt dat dus ook echt een hele concrete toepassing. Een van de belangrijkste innovaties van dit bedrijf. En daarbovenop komt nu dus op termijn het uitgeven van die eigen miner. Het regent weer boetes vanuit regelgevende en controlerende instanties richting de cryptopartijen. Het laatste slachtoffer daarvan, gelukkig blijft het nog redelijk beperkt, is Poloniex. Namelijk $7,5 miljoen dat zij moeten gaan aftikken. Dat gaat er specifiek om Poloniex LLC. En dat moeten zij gaan betalen aan de Office of Foreign Asset Control, OFAC. En dat is weer onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Die partij die heeft dus die boete opgelegd. En uiteindelijk is het in principe een schikking die wordt getroffen tussen enerzijds dus die Wacont en anderzijds Poloniex LLC. Het is niet de eerste keer ook dat Poloniex hier last van heeft, want ze hebben eerder ook al bonje gehad met de SEC. Hoe kan het ook anders? Omdat ze ook volgens diezelfde SEC niet geregistreerde effecten zouden hebben aangeboden. Dat is niet waar dat ditmaal om draait. Het gaat er nu om dat ze in specifiek 2014 en daarna nogmaals in 2019 verschillende sanctieregels hebben geschonden. En in totaal zo'n 66.000 keer maar liefst. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel stevig. En hoe zit dat dan, 66.000 van dergelijke overtredingen? Nou, dat gaat om het aantal gevallen dat zij klanten uit de Krim, Cuba, Iran, Sudan en Syrië toch hebben bediend. En dat terwijl er dus verschillende sancties tegen die landen en gebieden waren ingesteld. Ze mochten die inwoners daarvan dus niet bedienen, hebben ze wel gedaan. Dat zou ervoor hebben gezorgd, al die 66.000 gevallen bij elkaar opgeteld, dat er zo'n $15 miljoen alsnog aan crypto is verhandeld door inwoners van die landen. Ja, dan is er misschien een kleine nuance in aan te brengen. Dit speelde voor het eerst in 2014. Voor de echt oplettende kijker inderdaad. Dat is ook het jaar waarin Poloniex werd opgericht. Dus toen waren ze alles nog aan het inregelen. Dat is inderdaad een verzachtende omstandigheid. Maar uiteindelijk halverwege 2015 hadden ze de zaken wat betreft compliance wel op orde. Maar toen hebben ze dus niet voor gekozen om dat met terugwerkende kracht alsnog in te gaan stellen. Oftewel de mensen uit de gebieden die daar al een account hadden, konden gewoon klant blijven en onverminderd in veel gevallen in ieder geval blijven handelen. Ja, en dat wordt ze dan wel aangerekend. Nieuwe gebruikers konden dus geen accounts meer aanmaken. De oude konden gewoon blijven handelen. Dat kostte nu $7,5 miljoen. Wat betreft Poloniex zelf is dat gedurende de afgelopen jaren ook verschillende keren van eigenaar gewisseld. Dus bijvoorbeeld op dit moment van niemand minder dan Justin Sun. Die heeft het weer overgenomen van Circle, die het daarvoor had overgenomen. Die heeft het zo'n 2 jaar in bezit gehad. Dus het is een aantal keer van eigenaar gewisseld. Dat maakt het in de hele zaak natuurlijk wat lastiger om daar nu alsnog boetes voor op te gaan leggen. Maar uiteindelijk is Poloniex LLC in het Amerikaanse geval dus wel de partij die er uiteindelijk voor verantwoordelijk kan worden gehouden. En dat die daarom dus ook dit bedrag moet gaan betalen. Nogmaals, de OFAC die houdt er dus rekening mee dat ze destijds nog startende waren en niet alles toen op orde konden hebben. En dat misschien ook de wet en regelgeving toen nog minder duidelijk was dan nu. Maar uiteindelijk moeten ze dus wel dit stukje boete betalen als ze dat nog erger kwalijk hadden genomen. Dus die verzachte omstandigheden er dus niet waren geweest als de boete nog veel hoger uitgevallen, liet ze daar wel bij weten. Hardnekkige geruchten afkomstig uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, oftewel het CAR. Namelijk dat ze zouden gaan stoppen met het accepteren van Bitcoin als wettig betaalmiddel. Niet zo lang geleden, april 2022, was dat toen starten ze op de CAR, namelijk met het accepteren van Bitcoin. Dat was de tweede partij na El Salvador die deze dergelijke grote stap nam. Maar het lijkt er dus op dat dat hele project
en die stap voorwaarts nu alweer ten einde gaat komen. Nou, op het moment dat dat werd geïmplementeerd, hebben we dat hier ook natuurlijk breed uitgemeten. Toen waren er al wat kleine problemen, namelijk de beschikbaarheid van internet voor het grootste deel van de bevolking. Eigenlijk het gebrek aan diezelfde beschikbaarheid. Zo'n 10% van de bevolking zou maar toegang hebben tot internet. En ja, dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig om een online internetgedreven protocol zoals Bitcoin te gaan gebruiken. En dat blijkt nu dus ook wel de grootste bottleneck. En dat is echt zeer zonde, even zacht uitgedrukt. Want het zou aan de andere kant natuurlijk voor een land als Centraal-Afrikaanse Republiek wel een ontzettende goede optie kunnen zijn om als burger bijvoorbeeld deel uit te kunnen maken van een financieel systeem. Want dat schort er nu nog heel vaak aan. Als dat dan al kan, dan is dat ontzettend onderhevig aan inflatie. Nou, daarin kan Bitcoin dus een supergoede oplossing bieden. Maar helaas, om 10% slechts toegang tot internet. Ook zo'n 85% van de bevolking die niet eens hele goede toegang heeft tot elektriciteit, maakt het in de praktijk dus bijna onwerkbaar. Ja, jammer. Misschien zijn er wel betaalde of bepaalde andere partijen die daar wel wat blijer mee waren. De kar had toen bij de implementatie ook al behoorlijk nauwe banden met Rusland. Er waren wat zorgen dat op deze manier deze beide partijen dus aan de sancties zouden kunnen gaan ontkomen. Sancties vanuit het Westen met name. En ook de VN, de Verenigde Naties, die eerder al hadden gezegd van ja, we vinden het niet een al te best idee dat ontwikkelingslanden zoals bijvoorbeeld het kar hier gebruik van gaan maken. Dat zorgt er ook voor dat de grip op het financiële systeem door dergelijke partijen natuurlijk aanzienlijk kleiner wordt. Nou, aan de ene kant zou dat voor veel burgers een heel goed teken kunnen zijn, maar uiteindelijk blijkt dat nu toch iets te vroeg. En nogmaals, het zijn geruchten, maar wel hardnekkig, gaat er waarschijnlijk dus ook een einde komen aan deze eerdere stap voorwaarts. Stap terug in de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar zo ook in een bepaald opzicht hier in ons eigen Nederland. Want het CBS heeft namelijk de meest recente inflatiecijfers binnen onze eigen landsgrenzen in ieder geval gepubliceerd. En die vallen weer een klein beetje tegen. De inflatie is in april toch weer toegenomen, nadat we eerder juist een mooie daling hadden gezien. In april noteren we tot nu toe bij die voorlopige cijfers vanuit het CBS dus een inflatie in Nederland van 5,2%. En dat is ten opzichte van een jaar geleden. Afgelopen april is het dus 5,2% duurder geworden dan april 2022. Nou, waardoor komt dit nu? Voor een groot gedeelte omdat de energieprijzen minder sterk daalden dan de afgelopen maand. Dus nog steeds een daling zichtbaar gelukkig, maar dat gaat niet meer zo snel. De grootste val lijkt daar van nu een beetje uit. Dat zorgt dat de balans hierin ook weer wat verandert. En wat wel ook echt omhoog is gegaan, wederom de kosten en prijzen van verschillende alledaagse boodschappen. Weer wat duurder geworden, minder sterk dan in maart, maar toch zorgt wel voor een iets toenemend inflatiecijfer. Op deze grafiek kun je dat ook zien, die knik vanuit die daling net weer omhoog. Dat is precies de periode nu dus waar dat we ons in bevinden. Ja, eerst met die 5,2% inderdaad iets hoger dan in maart. Stond toen op 4,4%. Maar daarvoor, nog een klein beetje positief randje te geven, in februari stond de inflatie in Nederland nog op 8%. September vorig jaar, als we het een nog wat positiever randje willen geven, dat was ook het absolute dieptepunt natuurlijk. Toen noteerden we 14,5% inflatie. Nou, gelukkig zijn we daar nog steeds ver van verwijderd. Maar die 2% waarop wordt gemikt door de centrale bankiers, ja, dat is ook nog wel redelijk ver verwijderd. Wat zag het er dan uit in de supermarkten? Met name 13,2% toename in prijzen. Dat is natuurlijk stevig. Wel ook iets lager dan in maart. Toen werd de gemiddelde boodschappen 15,1% duurder. En energie, dat werd dan weer 22% goedkoper. Dus dat is een zeer mooie beweging. Ook over de maand daar weer voor zagen we energie zelfs 28% dalen. Dus nog steeds is die beweging mooi intact. Wordt in ieder geval niet weer duurder. Dus dat is wel iets om heel erg blij mee te zijn natuurlijk in de huidige situatie. Nederland 5,2%. Hoe verhoudt zich dat dan tot de rest van Europa? Daarin zien we een inflatie wat betreft die rekenmethode in ieder geval van 5,9%. Terwijl dat in maart nog 4,5% bedroeg. Rest ons nog de koersen. Koersen op tradingview.com natuurlijk. Gaan we even kijken wat Bitcoin nu de afgelopen 24 uur grofweg heeft weten klaar te spelen. En dat doen we dan ook door te kijken naar de dagcandles. Gegevens bij Bitstamp vandaag gehaald. En de waarde drukken we zoals altijd uit in de Amerikaanse dollar. En dan zie je hier dat we
gisteren een stevig negatief exemplaar achter de rug hebben. Uiteindelijk was die beweging natuurlijk al ingezet, ook toen wij er hier met z'n allen naar aan het kijken waren. Maar de dag closed ook stevig lager. $28.079 waar dat we gisteren de val weten te stoppen. Aan het einde van de dag dan, want hij heeft nog wat lager gezeten. Het dieptepunt lag daar nog onder die 28k op $27.666. Nou, van dat dieptepunt weten we gelukkig wat af te bewegen. Vandaag is dat dan uiteraard ook weer het vertrekpunt. En zitten we met een 0,3% in de plus, toch weer in het groen. Wat overtuiging extra zou geen kwaad kunnen. Bijvoorbeeld meer candles zoals dergelijke formaten. Want daarmee komen we echt weer in de buurt en misschien zelfs terug van dit belangrijke handelsniveau. Daar is op dit moment in ieder geval nog geen sprake van. Wel is het dieptepuntje van vandaag nog niet zo diep als gisteren. Maar we moeten nog maar even zien of dat we de beweging hier echt kunnen gaan ombuigen. In ieder geval hebben we dus na deze neerwaartse beweging die al enkele dagen in gang was gezet, enkele dagen geleden al, dit helemaal afgemaakt met dus echt het verliezen van die zone daardoor heen gevallen. Dat zorgt ook voor dat extra stukje druk naar beneden. En flink wat lager close ook. We weten dus wel hier de lijn de val te stoppen. En dat is op hetzelfde niveau als dat we hier in deze hele aanloop naar het überhaupt in die zone terechtkomen. Een hele stevige support hebben ervaren. Die weten we nu vasthouden. Dat is goed nieuws. Hier eerder kwamen we er namelijk wel even onder terecht. Wisten we snel weer goed te maken. Maar het scheelt weer een extra resistance. Een extra stap in de weg omhoog. Als we daar nu al boven weten te blijven. Nou, voor nu lukt dat dus ook. En zetten we hem iets verder omhoog in. Zou het mooi zijn als we dit kunnen gaan volhouden. Om uiteindelijk liefst met wat overtuiging weer terug te komen in dit gebied. Blijven we hier onder hangen, want dat is natuurlijk hierbij behorend, ook bij deze candle meteen het grote risico. Het is weer een stevige resistance, zoals we hier hebben, lang zelfs hebben gezien hoe stevig die kan zijn. Blijven we daaronder zitten, gaat dat niet lukken, is het risico naar uiteindelijk een val van 25k, als we hem hier niet meer redden, met name dan hier niet meer, nog steeds aanwezig. Dus dat blijft nog een scenario dat we zeer zeker niet uit het oog moeten verliezen. Zeker niet nu we hier dus deze belangrijke support voor vandaag in ieder geval kwijt zijn. Tot zover deze update. Morgen weer bij je terug. Ook gewoon weer hier op het YouTube kanaal van Bloxx om te gaan kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen die zich de komende uren weer gaan voordoen. Heel gemakkelijk gezegd, wil je altijd op de hoogte blijven, dan kan dat. Subscribe jezelf even op dit kanaal. Dan krijg je altijd direct een melding zodra er weer een spiksplinter nieuwe video online staat. Vooral even doen. Voor de rest zou ik zeggen, geniet van vanavond. En dan spreek ik je heel graag morgen weer hier. Tot dan. Doeg!